Mijn naam is Peter Bonen. We gaan hier vanmiddag gaan we beginnen met een eerste kennisdag in de reeks van drie. Met name over grasbekledingen, vanmiddag sterkte. We hopen op 17 juni hopen we een workshop te houden over vegetatie en de droogtebestendigheid van vegetaties, vegetatieontwikkelingen. Dus daar zijn jullie ook allemaal van harte voor uitgenodigd. Als derde in die lijn hopen we in september een workshop te houden over droogte en het herstel van grasmatten na droogte. Maar dan zijn we wel erg afhankelijk of we die droogte krijgen. En als we die nou niet zouden krijgen, een aantal van jullie hoopt daar waarschijnlijk heel hard op, na de droge jaren van 18, 19 en 20. Als we die niet krijgen, dan gaan we het weer hebben over hoe leg je nou de kwaliteit van grasbekledingen vast. Dat over de drie luik grasbekledingen. We hebben een vrij strikte eindtijd, 3:30. Daar gaan we naar streven om in ieder geval dan klaar te zijn, want een aantal van jullie zal verder willen met andere online bijeenkomsten. BOI bijvoorbeeld een doorkijk, of de COP over de rivieren en beken. Dus we gaan streven naar voor 3:30 klaar te zijn. Wie heb ik hier zo naast mij staan? Ik sta hier niet alleen. Aan de ene kant van mij, Cyril Liebrand, Herbert Joning, de andere kant, André van Hoven. Ik wil jullie kort vragen om jullie zelf voor te stellen. Als ik bij Cyril begin, kort even, wie ben je en wat is je expertise? Oké, mijn naam is Cyril Liebrand. Ik ben al zo'n 30 jaar bezig met dijkonderzoek. Vanuit mijn eigen adviesbureau in Reukel. Ik word allerlei waterschappen wat ingehuurd om niet alleen naar de vegetatie type en de vegetatie samenstelling te kijken, maar met name ook in de winterperiode van de kwaliteit van de week beoordelen, de kwaliteit van de grasmat. Dat geef ik eventjes door aan dat we zijn heel veel in overleg over allerlei vernieuwingen en innovatie op dijken. Dus kom je bezig. Oké, dankjewel, Sven. Herbert? Ja, goedemiddag, ik ben Herbert Joling, dijkbeheerder bij een waterschapperij in IJssel sinds maart 2018 en ik ben dijkbeheerder van de dijken 49-50. Het begint bij Doetinchem richting Doesburg en dan via Bronckhorst richting Zutphen en dan richting de Stuur sluizencomplex in Eefden. En mijn dagelijkse rol is dus het stand houden van de waterkeer en als dat daar omheen wordt, vergunningverlening, onderhoud aansturen, inspecteurs aansturen en met alles weg ook contact met Cindy over het die regelmatig periodiek voor ons die grasmatkwaliteit in kaart brengt. En precies aangeven te vertellen waar we nu staan eigenlijk. Dit is het kunstgemaal. Het wordt gemaal, maar het geeft wel iets aan. Dit is een gebouw dat oorspronkelijk het bedienaarsgebouw was, een bedrijfswoning, van gemaal Grote Beek. Die staat hier dus naast. Ja, oké, dankjewel Herbert. Gaan we naar André. Ja, André van Hoven, adviseur onderzoeker bij Deltaris. Ik ben hier vandaag om even een beetje de link te leggen. Maar tussen, we hebben het hier over grasbekledingen, die sessies. En dat heeft een bepaalde plek in de veiligheidsbeoordeling. En ik ga daar 15 minuten even een praatje over houden. Het grofwerk van hoe link nou wat buiten op de dijk ligt met de waterveiligheid. Ja, heel goed. Want inderdaad, het programma voor vanmiddag is als volgt. André begint met een stuk theorieuitleg. Dan gaan we daarna gaan we naar buiten, de dijk op met Herbert, André en Cyril. En dan gaan we daar daadwerkelijk kijken welke kwaliteiten we tegenkomen van die grasbekleding. Als we dat gehad hebben, dan komen we weer hier terug binnen en dan kunnen jullie de experts vragen stellen via een Q&A. En de tussenliggende periodes, omdat wij even moeten verkassen naar buiten en weer terug naar binnen, dan hebben we een kleine verrassing voor jullie, maar dat gaan we vanzelf doen. Ga door, denk ik, met het verhaal van André. Ja, van jou voor. Ja, goeiedag, ik ben André van Hoven. Ik ben adviseur onderzoeker bij Deltaris. En ik ga nu 25 minuten iets vertellen over koppeling tussen wat buiten op de dijk ligt aan grasbekledingen. En hoe dat nou in BBI en OI in de veiligheidsbeoordeling in het ontwerp van dijken zit. Nou, ik doe het even opnieuw, omdat we in Rotterdam het probleem hadden met geluid. Dus ik ga af en toe spreken met, we gaan zo naar buiten en we zijn al buiten geweest eigenlijk. Maar goed, we gaan het gewoon doen. Zo, even precies doen. Nou, we gaan dus 25 minuten praten over
over gasverkeringen en veiligheidsbeoordeling. En hoe zit dat nou in het DPI? Je kent eigenlijk dat zo'n dijk op in een paar stukjes buitentruut. Dan heb je een golflapstukje en een golfopstukje, daar ga ik namelijk in. Een binnentruut en een golfoverslag. Nou, bij elk van die onderdelen ga ik dan even in van wat is nou ongeveer de belasting? Wat voor erosieproces zien we? Hoe zit dat in een modelletje? En hoe zit het eigenlijk in veiligheidsbeoordeling? Nou, daarna is, heeft Peter mij nog even gevraagd om te zeggen, nou, wat gaat er aan de BOI gebeuren? Dat vind ik heel spannend. En dus daar ga ik even op in. Ik ga er niet over, dus dat is onder voorbehoud is dat. Ik weet al van een paar ontwikkelingen. En officieel, als het bij het is, dan ga ik ook nog even wat vertellen over een groot project wat afgelopen winter gedraaid heeft. Gaat gaan proeven van Raadstand en de Raadstand en zo. Nou, zoals gezegd, het WWI, dat maakt eigenlijk onderscheid naar vier mechanismen. Je hebt een gat meteen op binnenvloed en op buitenvloed. Hij kan eroderen en hij kan afschuiven. Geen menu, als je dan buitenvloed afschuiven, dat is A. Aan de binnenkant hebben we geen benen en gaan. Maar we gaan nu enkel hebben over erosie. Dus afschuiven en afschuiven. Dan beginnen we dus op het buitenvloed. Nou, wat ik een belangrijk stukje informatie vind, is dat wij kijken naar de erosie van de krachtverdeling. Dat is één van de toplaag, dus eigenlijk boven 20-30 centimeter, in combinatie met hydraulische belasting. Dat is wat in de modellen zit. En in klapzone kijken we iets verder naar de onderlagen bij baby. Waar eigenlijk de norm op afgeregeld is, dat is een overstromingsgas. En er is wel een verschil tussen een doorbreker en een gaslaag. En uiteindelijk ontstaat er een bres, en daarna weer een overstroming. Dus daar zit een gat tussen waar we eigenlijk nog niet zoveel mee kijken. Nou, daar gaan we vandaag niets concreets mee doen, maar het is wel goed om in het achterhoofd te houden. Nou, dan beginnen we op het onderstukje van het tuut, bij de golfklapzone. Dus we hebben het onderstukje tot aan een bepaalde hoogte waar golfklap kunnen optreden. Daarover wordt de golfklap zo klein dat ze daar geen rekening mee houden. En daar kijken we naar golfopdoog. En als je een heel gat tuut hebt, dan zullen golfklap ook altijd maatgevend zijn ten opzichte van golfopdoog. Als je heel druk hebt, dan hoef je enkel naar golfklap te kijken en niet naar golfopdoog. Nou, hoe werkt dat nu? Als je een golf aankomt bij het tuut, gaat die breken en dan ontstaat er een golf die plepst op het buitentuut. Nou, onder de zone ontstaat dan een zone in de grond die eigenlijk compleet verweekt. Aan het gras wordt dan getrokken en geduwd. En dat elke golf opnieuw gaat dat voor elkaar krijgen. En dan met verloop van tijd wordt die zone verzwakt. En op een moment staat er een gat, dan ga je de diepte. Nou, ik heb een paar voorbeeldfotootjes. Inmiddels, op de linkerfoto, dat is je hebt een klein beetje schade gehad, kleine golf waarschijnlijk ook. En de zone zijn we niet eens door. Dus een hoofdstroming is nog helemaal geen sprake van. Het rechte plaatje, dat is daar is het sowieso wel door. Dus daar is eigenlijk een klein laag aangetast, maar dit wordt een hele tijd achter. En dan hebben we nog twee plaatjes waar het al net weer iets verder gaat. Links brede groene dijk in Duitsland. Een grote stormvloed geweest in 1962. En daar is al behoorlijk wat klei ook weggeslagen. En de rest in Denemarken, dat was denk ik het meest spannende plaatje wat ik kon vinden. Daar is de kraan ook bijna bereikt. Nou, hoe zit dat nou in WWI? Hoe gaan we daar nou aan rekenen om een foutkans te bepalen? Dat doen we met een standaardlijntje. Dat is eigenlijk samengevat in het linker figuurtje. En op de horizontale as zien we de tijd in uren. Op de verticale as zien we de golfhoogte. En die lijntjes die representeren eigenlijk de standtijd van een gasverkering. En je kan bijvoorbeeld zien, nou even een voorbeeldje, bij 0,6 meter... heeft een open zone, en dat is de zwakkere zone, dat rode lijntje, dat heeft een standtijd van 10 minuten. En daarna gaat het kapot. En een gesloten zone, en daar komt dan ook de kwaliteit van het graf buiten om te kijken, en die kan ongeveer 30 uur mee. Nou, dat is een beetje het verschil. Nou, zo gaan we daar aan rekenen. Nu even de impact, hè. Wat betekent dat nou voor een dijk buiten? Hè? Hoe moet die eruit zien, of waar moet die wel, waar moet die niet? Nou, we zijn hier langs de IJssel vandaag. En ik heb gewoon dat eens opgezocht in Riskeer. Nou, mensen die vaak bezig zijn met beoordelen, die herkennen dit beeld wel. Ik heb dit voor je neus. Ik heb een dwarsprofieltje gehaald, het AM3. En dit is net een paar honderd meter in Zuid-Zuid ook aan de locatie zou moeten zijn. Nou, ik heb goede knoppen ingedrukt en de goede instellingen ingesteld. En dan kan Riskeer een golfwandverwarming bepalen. En die zien we eigenlijk hier. We zien in de grafiek op de verticale as de hoogte op het tuut. Dus van laag op het tuut bij de T, dus ongeveer plus 8 meter hier.
En de kraanhoogte ligt op 1108 meter. En daartussen heeft Fiskeer al een golf van het varen bepaald. En die golf van het varen zien we het horizontaal was. Dus zo rond een hoogte van 9,5 meter, dus ongeveer halverwege de lucht, heb je de grootste kans op grote hoge golven. Tot ongeveer 0,7, 0,8 meter. Nou, en wat zien we dan? Dat open zoden, die kan 0,6 meter golfhoogte hebben. En een gesloten zoden kan 0,9 meter. Ik heb niet verzonnen, het is gewoon een wat toevallig uit een sommetje van. Maar we zien hier dus dat een open zoden niet voldoet. En een gesloten zoden wel. Dus het is spannend. Ja, maar we hebben het al gezien, maar buiten het lucht ligt gelukkig een gesloten zone en geen overzone. Dat is ook nodig voor het WBI, voor de veiligheidsbeoordeling. Even afgezien van de rest. Nou, dat waren de golfklapzone, was dat. Het bovenste stukje van het lucht, daar kan kruis nog relevant zijn. Als je het onderste stukje, als je een hele hoge golf hebt, boven 1 meter of 1,50 meter, dan kan kruis gewoon niet meer mee. Dan moet je een harde bekleding hebben. En dan kan je het bovenste stukje van het lucht nog wel een grasbekleding hebben in de golfoploopzone. Nou, dat werkt eigenlijk heel anders. Dus je hebt die golftong die klapt op het talud en die stuurt ook de golftong zo het talud op. Maar dan hebben we het niet meer over een klap, een drukpuls op de grasbekleding, maar over een stroming die over de bekleding heen gaat. We hebben hier twee voorbeeldfoto's van proeven, van golfoploopproeven. Grote bak, dan gaat er een volume los en dat buigt om. Dat gaat dat ziet zo het talud op. Met een bepaalde snelheid, een frontsnelheid. Nou, hoe ziet dat er nou uit de dwarsdoorsnede? Dat is het rechte plaatje, een beetje schematisch weergegeven. Maar die golf dan die roetst omhoog. En dus een turbulentie in. Dat zal ik straks ook een plaatje van laten zien. En dan valt hij dood. En dan loopt hij langzaam naar beneden. Maar die golftong die gaat heel snel omhoog. En dan gaat hij naar snelheid 0 en dan loopt hij langzaam naar beneden. En als je nou zou meten, we hebben een drukmeter hier op het talud. We hebben een drukmetertje op het talud gemaakt. En een drukmetertje 10 centimeter onder de zoden. En op het talud is het rode lijntje en onder de zoden is het blauwe lijntje. En we zien hier een drukmeting, ook frequent, 1030 zo omhoog. En op de horizontale as zien we dan de tijd en op de verticale as zien we de druk, een kilometer. En als we dan kijken naar die blauwe lijn, 10 centimeter diepte, merk je helemaal niks meer van die druk. Maar op de verticale, op het talud-oppervlak zelf, zie je die druk heel snel heen en weer gaan. En je zou kunnen zeggen, ja, dit moet enkel het gewicht van die waterlaag, hè, dus 20, 30 centimeter dik. Dus je zou die kpa zo zijn moeten zien. Maar je ziet dat hij er met grote pieken omheen danst. En dat trekt en juttert eigenlijk aan het gras. En dat gaat heel lang goed, maar op een gegeven moment geeft het gras het op. Nou, dat is een beetje wat wij zien in het erosieproces. Dit is een golfoplooproef geweest bij Hunt en Haas in Groningen. En linksboven is er nog niks aan de hand, daar zijn we nog niet begonnen te proeven. En rechtsonder is het dorp. Daartussen zie je dus ergens een kaal plekje ontstaan. Dus dat jutteren, dat heeft ervoor gezorgd dat een stukje zone eruit wordt getrokken. Nou, en helemaal rechts en linksonder zie je dan dat die plek steeds groter wordt. En de verdieping gaat eigenlijk nog niet zo hard. En op een gegeven moment ga je door de wortel de toplaag heen. Die wat steviger laag door die worteltjes. Nou, als je daar helemaal doorheen bent, dan gaat het een stuk sneller en dan krijg je een grote kuil. Dus rechtsonder. Nou, dat is een beetje wat we zien. En in de praktijk hebben we nog een paar voorbeeldplaatjes. In Groningen is een keer een storm geweest. Daar is dus de werkelijkheid enigszins aangetast. En rechts hebben we nog een plaatje van een proef. Waar we ook door de zone heen zijn gegaan. Nou, wat we gezien hebben is dat kleine golfjes die doen eigenlijk helemaal niks. Maar die hele grote die doen wel wat. En het is niet alleen maar die hele grote die het in één keer kapot maakt. Maar het is een sommatie van grote golven die over een bepaalde volume heen gaan, die uiteindelijk zorgen voor schade en falen. Nou, dat zien we in formulevorm, zien we dat hier gebeuren. Links hebben we dan een schadebetal, die D, en rechts hebben we dan een sommatie. En die sommatie staat voor elke golf eigenlijk in een storm die langskomt. Die gaan allemaal naar. Elke golf die geeft een bepaalde snelheid, UI, en die doen we in het kwadraat, en dat is de belasting. En als die over een kritische stroomsnelheid heen gaat, en dat is eigenlijk de sterkte van de zone, dan gebeurt er wat. Dan gaat die D een beetje oplopen. Nou, als die D natuurlijk uiteindelijk een waarde bereikt van 7000, dan hebben we eigenlijk tekenkundig falen. Dat is eigenlijk wat ik niet zeg. Dus dan gaan we tot laag 1. Dan hebben we het er niet over reststerkte, dus wat er nodig is tot een rest, dan krijg je een overstroming. Maar dan gaat de grasbekleding kapot. Nou, dus hoe zit nou die sterkte van die graszone erin? En die hebben we bepaald vanmiddag, dan kan je aan trekken. Dan voel je ook hoe sterk die is, wachten steken. En dat zit hem in de UC. Hoe hoger die is, hoe beter het gras.
Ja, hetzelfde soort verhaal als eigenlijk, geldt eigenlijk als voor oploop. Geldt eigenlijk ook voor het binnentuut. Dat is GEKB, gasoerotische kruin binnentuut, GKP. Hier zien we weer het plaatje waar eigenlijk de beoordeling over gaat. Dat zijn de bovenste twee plaatjes bij elkaar. Dus hydraulische belasting in combinatie met de sterkte van enkel het gras. Dat zegt iets over het falen. Dat modelleren we. Wat er daarna nog moet gebeuren om tot een overstroming te komen, is dat het kan dieper wordt. En dat hebben we ook wel gezien in proeven. Die wordt dieper en dan komt een klif en die gaat de stroomvaart negeren. Tot het aan het kruin daalt en een overstroming of een bres kan optreden. In tegenstelling tot dat buitentuut, had je ook een gat en dat wordt steeds groter, dat ook richting de kruin, maar dat proces gaat steeds langzamer. Naarmate dat terras ontstaat, lopen die door golven dood, wordt de belasting eigenlijk steeds lager. Ja, dus daar kan je een beetje rekening mee houden. Dit proces kun je rekening mee houden, maar dit proces gaat steeds sneller. Dus hoe groter het kuiltje wordt, hoe sneller dat klifje gaat opschuiven naar de kruin. Dus het is wel gevaarlijk om hier rekening mee te houden. Dat wordt in de praktijk ook niet gedaan. Nou, bij golfoverslag is het belangrijk om even uit te leggen dat wij drukken het altijd uit in een gebied, in een aantal liters per seconde meter, 10 of zo, of 5 of 1. Maar het is wel van belang dat de golfhoogte er ook te doen. Dus je kan 10 liter per seconde per meter hebben bij een hele hoge golfhoogte. En dan komen er in één keer kubieke meters water tegelijk over het ruut. Die hebben een stroomsnelheid dan een frontsnelheid van misschien wel 10 meter per seconde. Je kan ook een hoge waterstand hebben, heel kleine golfjes, en die is ook 10 liter per seconde per meter. En dan hele kleine kolengolfjes, en die snelheid is veel lager. En qua erosie doen die ze ook veel minder. Dus de golfhoogte en het golfoverslaggebied doen allebei te zaken. Nou, twee voorbeeldfotootjes, eentje in de praktijk en eentje zoals we dat jarenlang op dijk hebben gedaan, een grootschalige proeven. En op basis waarvan we onze modellen hebben opgesteld. En ook hier even om een beeld te schetsen van het erosieproces. Wat we eigenlijk zien, net zoals bij de golfoploop, is nou ja, je gaat op een gegeven moment ergens bij een bepaalde golfoverslagbelasting, en dat is hier uitgezet met oplopende belasting, dus linksboven is er nog geen belasting, rechts een kleine belasting en dan steeds een hogere belasting, tot uiteindelijk rechtsonder hadden we 6 uur lang 75 per seconde meter bij een golfhoogte van 2 meter. Dat gaat dan af en toe gewoon 5,5 kuub. Per strekkende meter in één keer overheen, wat dan met 9, 10 meter per seconde meedemmert. Maar het gas kan het hebben. Maar wat we wel zien, ergens bij die 30 liter per seconde meter ontstaat een gaatje. Dat gaatje dat gaat een beetje uitbreiden. Dat gaat vooral naar beneden. Bij 50 liter per seconde meter zat daar ook een gaatje en daar ook een gaatje. Dus er is geen toevalligheid meer. Dus het gas begint af te stromen. En naarmate die belasting wordt, gaan we ook een beetje de diepte. Nou, dat punt hebben we hier net niet bereikt, tot we echt door de toplaag heen gingen. Maar hier bij andere proeven, dat was de afsluitdijk, hier bij andere proeven hebben we dat wel. Dus linksboven en in het midden toch niet, de boomweg wel zelf dijk. Maar de andere drie foto's zijn we door de toplaag heen gegaan en dan duiken we diep in. En dan gaat de erosie ook ineens een stuk sneller. Nou, dat is ook een beetje de grens tussen wat wij falen van de toplaag en de erosie van de reststerkte. Dus niet in rekening wat sterkte noemen. Nou. Eventjes een kort stukje van wat ik hoor over overloop, overslag. Nou, wij kijken enkel naar overslag. Dus als we in riskeer en in WBI het hebben over overloop, dan is het eigenlijk bijna niet. Dan noemen we dat falen. De waterstand hoger dan de kruin noemen we het falen. Als de waterstand lager is dan de kruin, dan gaan we enkel golven overheen, dan gaan we eraan rekenen. Nou, en dit is heel eenvoudig eigenlijk, want dit hebben we al gezien bij golfoploop. Dit werkt hetzelfde. We maken gebruik van de frontsnelheid van de overtrekkende golf. Dat is als op buiten het gebruik maken van de frontsnelheid van de golf, om die de lucht oproetst. Er is wel één verschil. Op het buitenlucht gebruiken we echt de formule. En op het binnentelucht hebben we een rekenstap gemaakt naar een kritisch golfoverslaggebied. Dus we gaan van de cumulatieve overbelastingmethode naar een kritisch overslaggebied. En dat is het tabelletje uit de schematiseringshandleiding van TBI, rechtsboven. Dus daar hebben we een gesloten zoden met rekenwaarde en een open zoden met lagere rekenwaarde. Nou, in het grafiekje is dat rechtsonder weergegeven. Ja, en wat betekent dat nu voor bijvoorbeeld een dijk zoals hier? Nou, riskeer had ik openstaan. Andere knoppen, andere instellingen. En dan heb ik het resultaat van die riskeersom. Dus gewoon een wettelijke beoordeling uitgevoerd hier op de dijk. Een paar honderd meter ten zuiden van deze locatie. En dan zie ik dat de dijk 11 meter en 8 centimeter hoog is. Ik heb geen rekening gehouden met bodemdaling. Maar dan hebben we gekeken dat bij wat moet nou een kruinhoogte zijn als ik een open zode heb, dat is 10,65 meter, zoals lager.
En bij het zotenzodel moet de dijk hoog zijn, 10,54 meter. Nou, de dijk is ruim hoger, dus dat is geen probleem. En het maakt dus eigenlijk ook niet uit aan de binnenkant of je nou een open of een gesloten zodem. Dat is voor meer wel handig om te weten. Nou, stel dat je helemaal geen bekleding hebt, hè, dus hier in kale grond, of het is dood, of het zijn al tuintjes, weet ik veel wat. Dan kan je beter gaan kijken naar bijvoorbeeld 0,1 of 1 liter per seconde per meter. Nou, die heb ik er ook ingezet. Dan wordt het net een beetje spannend. Dus als je 1 liter per seconde per meter nog acceptabel vindt, dan kan het nog. Maar 0,1 liter, een hele strenge ijzerstad, dan zou je de dijk eigenlijk niet zo. Nou, daar heb ik verder geen uitspraak over of het veilig genoeg is, maar dan smeer je die orde ook goed. Nou, Peter had mij gevraagd om even te zeggen, wat weet je wat er op het gebied van BOI gaat spelen? Ik ga er niet over, maar ik weet wel iets van ontwikkelingen, dus onder groot voorbouw. Maar wat er zou kunnen gaan gebeuren, ik zie het wel die ik net liet zien, over fietsoverslaggebied en rekenwaarde voor verschillende voorbeeldcategorieën en open en grote zonen. Er zou wel eens gras op zand bij kunnen komen. Dat is een project wat momenteel loopt. Wat ook zou kunnen gebeuren, maar dat voor zich eigenlijk meer langere termijn, zou er ook nog een hele kruidenrijke vegetatie bij kunnen komen. Een tweede ontwikkeling die plaatsvindt, is dat we die tussenstap van kritisch overslaggebied, of een kritische stroomsnelheid naar een kritisch overslaggebied niet meer maken. Dus dan gaan we direct rekenen met kritische stroomsnelheid of grondsnelheid. Dat is rekenkundig, is dan een hele grote verbetering. Het lijkt op papier lijkt het niet zoveel, maar dat wil ons heel wat. En eigenlijk een hele spannende vind ik het expliciet in rekening brengen van het effect van overgangen en objecten. Dus voor groene dijken weten we redelijk goed hoe sterk het is en wat het moet zijn. Maar de linkerfoto is eigenlijk een plaatje uit de praktijk van een beheerder gereden. En ik zie al twee wegen en al bomen. En we hebben ook proef gedaan op een weg en met bomen. En dan kijk dat toch wel vaak zwakplekkend zijn. Daar op dit moment nog niet zoveel mee doen. Maar misschien wel vanaf het BOI 2020 ondervoorwaard. Nou, als laatste wil ik nog wel laten zien over gras op zand. Daar hadden we nog geen rekenregels voor. De waterschap Drentse Overijsselstraat, die heeft langs de overijsselverdijken liggen. Die bestaan gewoon puur uit zand. Dus nou, nu toegehalte is 2-4%. Dus voornamelijk zand, het is ook niet heel veel zilte zand, vooral zand. Flauw truts 1-5. Ze hebben problemen gehad met de droogte in 2018. En die dijken zijn afgekeurd, dus die moeten versterkt worden. Maar om nu te kijken, maar ja, wat is nou wel waard en wat kan er eventueel nog blijven liggen? En wat moet echt versterkt worden om dat onderscheid goed te kunnen maken en ook te kunnen verdedigen? Doen we dus het onderzoek en dat bestond ook uit grote schalige proeven. Golfklapproeven en golfoverslagproeven. Nou, de golfklapproeven, dat hebben we op 3 teluts gedaan. Met links die machine, die simuleert een golfhoogte van 6 à 0,7 meter. Ik zeg van golfhoogte. Dat is ongeveer ook wat je daar kan verwachten. Je kan misschien iets meer verwachten. Maar dat kon natuurlijk niet tegen. Dus we zien hier ook de schade ontstaan. We zijn dicht door de toplaag heen. Dus het terrasje ontstaan al. En rechts zie je een beetje een detail van de grasstoken. De bordeltjes die op tevoorschijn komen. Maar ja, we rekenen uiteindelijk met die lijntjes. En nou, dit is even een voorlopig resultaat. Dat moet nog geïnterpreteerd worden. We moeten daar nog een analyse aan vastknopen. Maar dit zijn even de eerste resultaten. We zien op de horizontale as zien we weer de tijd in uren, de standtijd. En op de verticale as de golfhoogte. Dus dit zijn de standtijdlijntjes uit de BBI. Voor gras op klei is het rood met gesloten zoden en geel met open zoden. En die pijltjes geven de datapunten zeg maar, van het verticale. Dus hier een beetje rond die rekenwaarde van de open zoden, ietsje lager eigenlijk. Gaan we toch gaan kijken wat dat uiteindelijk oplevert als we de analyse goed loslaten. Overslag hebben we ook gedaan, of wat meer, op 8 teststroken op 3 locaties met een oplopende belasting. Bij een golfhoogte van een halve meter, 1, 10, 30, 60 liter per seconde per meter. 60 liter per seconde per meter zat de waterstand bijna aan de kruin. Dus de meeste golven gaan eroverheen. En omdat we eigenlijk al dachten dat dat niet zou leiden tot falen, hebben we ook nog een golfhoogte van 1 meter erachteraan gedaan. Met 590 liter per seconde per meter, bij 190 liter per seconde per meter weer. Waterstand bijna aan de kruin en al die golven gaan er bijna overheen. Dus een situatie die bij de vechtdijk eigenlijk niet kan voorkomen, maar nu wel falen bereiken. En dit is eigenlijk de samenvatting van de resultaten van die 8 stoken. Dus je ziet 8 regels, en dat zijn dus 8 proeven. 8 proeven van een week ongeveer. Waar je telkens 5 uur lang zo'n belasting hebt aangehouden. Nou, de linker 4 kolommen, dat is eigenlijk wat je langs de vechtdijk zou kunnen krijgen. Golfhoogte van 1,5 meter. De rechter, dat is buiten van wat daar kan voorkomen.
Nou, dan zien we dat bij 3 falen opgetreden en bij 5 is geen falen opgetreden. En dat falen is opgetreden bij waar we het gras echt heel kort gemaakt hebben, tot op de grond. En waar we ook een paar gaten erin gemaakt hebben, daar ging het af. En het ging ook kapot bij een strook die in 2008 een flinke op taart had gehad vanwege de droogte. En waar we vliegveld op de kruin hadden. Maar ook bij hele open losten. Maar dat is een beetje het resultaat. En wat ons zo opviel, want eigenlijk dachten we, dat is een goed idee. En bij golfklappen is het ook niet heel erg sterk, maar bij overslag kon het toch heel veel hebben. En dit is eigenlijk de reden waarom deze plaatjes. Dit is een enorme hoeveelheid wortels die in die bovenste 30 centimeter zit. Dus dat is ook veel meer dan je in kleien kan tegenkomen. Die planten moeten enorm hun best doen om in dat zand nog te kunnen overleven. Vocht te halen en voeding te halen. Dus dat maakt heel veel dicht worteltjes. En daar hebben we toch heel veel sterkte erin gevonden. Ja, dat is eigenlijk mijn laatste sheet. Daar wil ik het verder bij laten. Mooi, André. Het geluid is volgens mij nu een heel stuk vooruit gegaan, wat we zo van de app terugkrijgen. Excuses daarvoor. Wat jullie sowieso mogen doen, hè, als jullie vragen hebben, stel ze op de app, op de chat. Dan proberen we ze zoveel mogelijk in de Q&A, nadat we buiten geweest zijn, een plekje te geven. Ik heb er één vraag over gehouden uit wat er tot nog toe op de chat is gegaan, die ik je toch even voor wil leggen. Want in jouw presentatie heb je een mooie sheet van voorbeelden van dijken die behoorlijk beschadigd zijn geraakt. Maar die zijn allemaal van voor 1976. Zijn er na die tijd nog grote schades opgetreden? Of hebben we het eigenlijk allemaal wel heel goed op orde? Nee, we hebben proeven gedaan en daardoor hebben we ze flink beschadigd. Maar inderdaad tijdens hoogwater. Dus kijk, er zijn zelden nog overslaggebeurtenissen geweest. In Nederland dan tenminste. De schade buiten het is nog wel voorgekomen, denk ik. Maar daar heb ik eigenlijk geen zicht op. Dat ligt meer aan de beheerder, zeg maar, als die dat nog waar kan. Oké, dankjewel, André. Dan is mijn voorstel dat wij nu naar buiten gaan verkassen. En in de tussentijd kunnen jullie kijken naar een paar filmpjes die door collega's van Herbert en van mij zijn opgenomen, waarin ze vast een voorproefje geven van wat wij straks op de dijk ook gaan doen. Veel plezier daarmee. Even het steken van de graszolen laten zien. Hoe het moet, kun je vinden op de handreiking grasbekleding. Er staat zelfs een hele mooie formulier hoe je het moet doen, in welke volgorde, waar je op moet letten. Ik begrijp eerst even uit te zoeken met een plekje die een beetje een uniform beeld geeft voor het dijkvak wat je wilt beoordelen, de graszolen. Als je een plek hebt gevonden die eraan voldoet, ga je uiteindelijk bezig met het steken van een graszode. De graszode moet ongeveer 20 bij 30 centimeter zijn. En ik zal je laten zien hoe dat gaat doen. Ik heb gelukkig een schop bij me die ongeveer 20 centimeter is qua breedte. Dus dat is voor mij een mooie maatvoering. Het is de bedoeling dat ik uiteindelijk een zolen steek die ongeveer 7 tot 10 centimeter dik is. Let vooral even goed op het geluid met het moment dat je onder de zolen doorgaat. Dan hoor je vaak al heel veel worteltjes. Geef een indicatie. Nemen we de zoden uit. We kijken even of die maatvoering ongeveer klopt. Dus 7 tot 10 centimeter dikte. We keren de steel van de schop even op en we leggen daar onze zoden op en we kijken of die makkelijk breekt.
We hebben een vrij stevige kleibekleding, dus op de grond blijft hij al redelijk intact. Nou, neem even wat meer moeite. Hij breekt niet heel snel. Gaan we kijken of we met wat meer moeite uit elkaar kunnen trekken. En dan zien we dat het eerste stukje kostte nog wat moeite, maar de rest scheurde nog vrij makkelijk uit elkaar. Kan ook komen omdat dit nog een vrij verse dijk is. Deze zoden is net een 2 jaar oud. Hij ziet dus de worteltjes van de zoden op alle plekken. Nadat je dit hebt gedaan, zorg dat de zoden weer goed teruggeplaatst wordt op locatie. Even goed zorgen voor een goede aansluiting met de ondergrond. En je kunt weer door naar een volgende plek. Op het moment dat je twijfelt dus over de kwaliteit van de zoden, heb je mooie gesloten zoden, dan kun je vaak wel overstaan de zodenproef, maar op het moment dat je twijfelt de kwaliteit is die tussen open en fragmentarisch. Bij twijfel altijd even de zodenproef doen om te zeker te weten wat de kwaliteit is van het wattelstelsel onder de grond. Dit was het. We zijn hier in Kuik bij waterschap AMA's. We staan hier op de dijk waar wij ook een pilot aan het doen zijn rondom de kleurkeur. We gaan nu een grasmat erosiebestendigheidproef doen om te bepalen hoe sterk de grasmat is. Ik steek nu een plak uit van ongeveer 10 bij 20 of 30 centimeter. Ik pak hem op en ik ga kijken hoe sterk dat hij is. Je ziet dat hij goed doorgroeid is, een flinke klei zit erin, dus hij is goed sterk. Ik leg hem ook even op de schop om te kijken wat hij doet, maar hij blijft mooi in elkaar steken. Dus het is een goede zode die goed erosiebestendig is, goed doorworteld is. Nee. We staan hier op de primaire kering van waterschap AMA's bij dijkpaal nummer 60, binnendijks. Normaal is dit een vrij schraal dijkvak, zuidelijk gelegen zeg maar. De zon staat er heel veel op. We gaan eens kijken hoe de grasmat is. We zien nu dat de gras eigenlijk best goed ontwikkeld is. Het is ook redelijk goed gesloten. We gaan eens een graspol uitsteken om eens te kijken hoe de grasmat in zijn geheel ontwikkeld is, ook niet alleen visueel, maar ook in de grond, zeg maar. Ik steek nu een plak uit. Van plus minus 15 bij 30 centimeter. Hij zit goed vast. Nou, blijft goed in elkaar hangen. Je ziet dat hij redelijk goed doorworteld is. Hij buigt ook niet echt uit elkaar. Nou, hij blijft goed in elkaar steken. Dus ja, eigenlijk is de erosiebestendigheid en de doorworteling van de toplaag best wel goed op orde. We zijn hier in Kuik bij waterschap AMA's. We staan hier op de dijk waar wij ook een pilot aan het doen zijn rondom de kleurkeur. We gaan nu een grasmat erosiebestendigheidproef doen om te bepalen hoe sterk de grasmat is. Ik steek nu een plak uit van ongeveer 10 bij 20 of 30 centimeter. Ik pak hem op en ik ga kijken hoe sterk dat hij is. Je ziet dat hij goed doorgroeid is. Een flinke klei zit erin, dus hij is goed sterk.
Daarom moet ik even op de schop om te kijken wat hij doet. Maar... Nou, dan zijn jullie nu live buiten aanbeland. Wij staan hier op een stukje IJsseldijk, maar waar we nou precies zijn, daar heb ik nog niet helemaal de kijk op. Dus we gaan eerst eens eventjes van Herbert horen waar we nou beland zijn. Herbert. Ja, Peter, ik weet dat wel. We zijn hier inderdaad op de IJsseldijk, vlakbij het mooie plaatsje Bronkhorst. En als we die kant op kijken, zien we daar in de verte zien we daar de IJssel stromen. Je kijkt hier op een behoorlijk grote uiterwaard, de Spaans Weert. Ik ga verderop over in de Bronkhorsterwaarde. En we staan hier dus op een primaire waterkering. De normtraject 49.2. Oké, en zoals jullie zo meteen gaan zien, hier liggen een aantal plaggen die al voorbereid zijn. Cyril, misschien kun jij ons vertellen wat we hier nou precies zien. Ja, dat is goed. In verband met de tijd heb ik er vast wat zoden uitgestoken, hè, om wat specifieke situaties te laten zien. En we beginnen in dit geval met de slechte. Hè. Er zijn hier in de afgelopen 3 jaar zijn er grote open plekken ontstaan. Hè, want iedereen weet natuurlijk dat we grote, langdurige, droge periodes hebben gehad. En met name op de iets lichtere dijken zijn er grote open plekken ontstaan. Waar dus bijvoorbeeld het Engels Raai en dergelijke uitgevallen is. En die open plekken zijn ingevuld door andere soorten, door nieuwe soorten. En dan heb je eigenlijk 2 situaties, hè? Die liggen hier naast elkaar. Dit is een situatie waar de open plek is ingevuld met 1-jarige soorten. En dit is een plek waar die is ingevuld met de overblijvende soorten. Als bijvoorbeeld, wat je hier ziet, het Achillea millefolium. Ja, duizendblad. Ik ken wel de Latijnse namen, maar Nederlands moet ik vaak even over nadenken. En ik heb die zoden uitgestoken en zo voorzichtig mogelijk. En je ziet dat die zoden met die pioniers meteen uitvalt, uit elkaar valt. En dat is ook logisch, hè, want die pionierplantjes die worden boven de grond heel klein. Die besteden al hun energie in het maken van bloemen, in het maken van zaden. En niet in het maken van wortelstelsels. Terwijl die overblijvende planten, die willen natuurlijk langer dan 1 jaar bestaan. En die gaan dus ook investeren in de grond. Die maken dus wortelstelsels. En met name ook dat duizendblad heeft ook bewezen dat hij de droogte goed aan kan. Dus het is eigenlijk ook een soort voor de toekomst, voor de dijken. Hier links voor mij ligt een zode. En die heb ik net gestoken op een talud wat vorig jaar zomer is verbeterd. Er is een afrit gemaakt, er was een nieuw talud ontstaan. Dat is opnieuw ingezaaid. En dit is daar de situatie van. Hè. Je ziet hele jonge plantjes. Maar ook als je die zode oppakt, zit er nog eigenlijk geen binding in. Die valt meteen uit elkaar. Helemaal rechts van mij, dat is een zode die ik heb gestoken op het buitentalud. En het buitentalud bestaat uit een wat zwaardere kleisoort. Dus het geeft sowieso al wat meer stevigheid voor de zoden. Maar we hebben straks ook met z'n tweeën eraan getrokken en we krijgen hem ook gewoon niet kapot. Dus echt, ik denk als je hier met de zware proeven van Infram opkomt, dat je er ook niet doorheen komt. Dus echt een hele sterke zode. En dan heb ik aan de linkerkant nog een zode en die heb ik een klein stukje verder opgestoken. Maar daar kan misschien Herbert iets over vertellen. Want dat is een dijk die is vorig jaar, nee, die is 3 jaar geleden, meen ik, is die verbeterd, hè? Of aangepakt. Die plag is inderdaad iets verderop gestoken. We maken even plaats voor een passerende fietser. Dankjewel. Heel. Allemaal live. Want deze dijk is uiteraard opengesteld voor wandelaars en fietsers. Die plag is dus iets verderop gestoken. Ook die dijk heeft in de zomer van 2018 enorm veel te lijden gehad over die droge zomers. Die is... Komt nog even een fietser langs. Ja. Komt u aan. Ja, zeker. Ruimte zetten. Goed. Die dijk die heeft dus ook enorm veel te lijden gehad van die droge zomer. En na afloop daarvan, in september, oktober, hebben we geïnventariseerd waar de slechte stukken dus zaten. Die allemaal verdord, vergeeld. We dachten nog, overleven ze dit wel? En in het najaar hebben we het doorgezaaid en bemest, dat stuk. En dat hebben we het jaar erop, in de droge zomer van 2019, in het najaar, is het niet doorgezaaid, maar is er wel bemest. En daar zie je daar het resultaat van. Dus al meteen een veel betere zode dan de situatie die op deze dijk die achter mij ligt. Hè?
En ik stel voor dat we nou even naar twee locaties toe gaan om even een zode te steken. Dat iedereen ook kan zien hoe dat in zijn werk gaat. Dus we steken er twee of drie hier op het binnenteluut. En vervolgens gaan we even naar het buitenteluut, omdat daar de situatie ook anders is. Ja. Handschoenen meester u. Ik weet niet of dit op de film overkomt, maar dit is een hele open dijk. En hij ziet er nou een beetje vreemd uit, want hier zijn de mols open gesleept. En die zijn gesleept met een rek met pinnen eronder. Dus het lijkt alsof die is ingezaaid of geïnjecteerd. Maar het is gewoon het resultaat van het slepen van de mols open. Ja, zoals iedereen wel kan zien, is het vrij open, hè, de zode. Maar ik zal het proberen om daar een zode uit te steken. In het algemeen neem ik toch wel mijn handschoenen mee, want ja, ik tref van alles aan onder de grond. Hè. Niet alleen allerlei dieren, maar ook soms stukken glas en van alles en nog wat. Dus ik probeer toch voor de veiligheid handschoenen te werken. Kijk, bij het steekje zie je al het feit dat er... Ja, het valt al uit elkaar. Hè. Er zit geen enkele stevigheid in. Mopje eruit halen, zodat je er met de schopgoed onder kunt. En dan proberen horizontaal te steken. En wat je ook moet doen is opletten op het geluid terwijl je steekt. Hè? Want we zullen zo meteen aan de buitenkant zien, als je steekt en je probeert die zoden los te trekken, dat je echt knappend geluid hebt. En wat dus ook aangeeft dat er veel behoorlijk sterke wortels in die zoden zitten. Kijk, ja, ik krijg hem er net heel uit. En wat ik meestal zelf doe als ik het onderzoek doe, dan heb ik een fotocamera bij me, maak ik een foto van deze situatie. Vervolgens probeer ik hem op te pakken en dat gaat dus niet. Ja, wat ik als het laatste dan nog doe, hè, dan haal ik de schop eronder uit. Ik leg hem op de kop en dan leg ik de zoden. Maar in dit geval gaat het dus niet. De zoden leg ik erop en dan kijk je in de zoden en dan kun je dus een beeld krijgen van de worteling. En die is dus hier heel slecht. En wat je hier meteen ook ziet, op de schop, is dat er larven in zitten van insecten. En dit is dus een engeling. En dat is dus, ik meen een larve van een langpootmug. Ja, ja. Mee eens. En een stuk verderop heb ik afgelopen winter die dijk geïnventariseerd. En toen kwam ik hele grote open plekken tegen. Ik kwam toen ook de beheerder tegen. En die zei van ja, het klopt dat ze open zijn. Want hier zitten heel veel eemelten. En hoe heet het andere ding ook alweer? In ieder geval allerlei gravers onder de zoden. En die leven van de wortels van de planten. En als er maar genoeg zitten... Dan blijft er natuurlijk heel weinig van zijn vegetatie over. Dan gaan we naar een iets betere zode. En André, deze klassificeren we ongetwijfeld als fragmentarisch. Ben jij het daarmee eens? Ja, als je dat zo ziet, dan inderdaad, dan valt het zo uit elkaar. En ik bedenk mij dan ook altijd eventjes, stel dat hier groep overslag overheen zou gaan. Ja, dan wordt dat vrij snel opgepakt, denk ik, en afgevoerd. Ja. Ja, helder. Nou dan, Cyril, wat is dit voor een mooie plag? Ja, je ziet al dat het veel dichter is. Er staan natuurlijk ook pioniersplantjes tussen. Maar er staan ook weer de duizendblad staat er volop tussen. Hè? Dus ik zal hier eens een zode steken. Daar staat ook wat gras bij. Dat is een zode steken om te kijken wat de kwaliteit daarvan is. Je hoort al aan het geluid dat hij toch behoorlijk verankerd is. Hè? Ja, en in deze situatie maak ik dus ook hier een foto van. Vervolgens probeer je de zoden op te pakken. Die blijft netjes intact. Want ik ben meestal niet met z'n tweeën, dus je zult het toch op een of andere manier moeten doen. En ik doe het gewoon zo met de zwaartekracht. Vervolgens leg ik de schop op zijn kant. En leg ik daar de zoden op. En dan buig je hem een beetje open. Ja, en hier blijkt ook dat er niet heel veel wortels in zitten, maar in ieder geval wel aanzienlijk meer dan op die vorige plek. En deze blijft ook veel beter aan elkaar vastzitten. Blijft iets beter aan elkaar zitten, dus hij scoort een categorie hoger, maar het is natuurlijk ook niet optimaal. Oké.
Ja, en op dezelfde dijk, kijk, hier waar Herbert nou staat, er zijn ook plekken die compleet gevuld zijn met gras, hè? En als we daar dan eens een plas steken, hoe gaan we doen? Hoe komt dat uit? Netjes terugleggen natuurlijk, hè, van de dijkbeheerder. Ja, fijn. Ja, en anders doet Herbert dat voor jou, denk ik. Ja? Kijk, en als je dan zo'n stukje hier pakt. Ja, en ik heb nou, misschien wel goed om uit te leggen, ik heb een kaartje omhangen. En hier staan dus de categorieën in van de WBI-beoordeling. Hè. Dat gaat dus eerst, je kijkt dus eerst visueel, hè, van zit er op een plek in de dijk, ja of nee. En als het helemaal gesloten is, dan ben je in principe ben je klaar. Dan noteer je dat die gesloten is. Maar als je denkt, nou, ik twijfel, er zitten ook open plekken in. Dan ga je dus met je schop naar die open plekken toe en dan steek je een zoden en dan draai je het blaadje om. En dan gaat het over de doorworteling. En dan heb je ook drie categorieën, hè, van het is een dichte doorworteling en het is een open doorworteling. Of het is een fragmentarische doorworteling. En die twee tel je samen op tot een eindbeoordeling. Ja, probeer oppervlakkig te steken. Hè? Dat je niet te veel de diepte in gaat, want dan haal je daar al stevig uit. Kijk, het ziet er al beter uit, hè, zo'n matje. Al veel dichter. Kijk, het blijft ook netjes intact. En ja, je ziet hier wel wat meer wortels. Ook nog niet optimaal. Maar het is al in ieder geval een heel stuk beter dan de eerste. En ook een stukje beter dan de tweede steek. En ik stel voor dat we nou even naar het buitentenut gaan. Dat ziet er... Qua geslotenheid ziet het er aanzienlijk beter uit. En Cyril, als je naar deze grond kijkt, dit lijkt wel vrij lichte klei te zijn, hè? Ben je het daarmee eens? Ja, ik denk dat je hier moet een percentage tussen de 15 en de 20, denk ik, zit. Hmm. Dus aan de lage kant. Maar wat hier dan het probleem is, je zou hier eigenlijk soorten verwachten, gras- en kruidensoorten, die ook bij die grondsoort passen, hè? En die zijn er nog niet. Stel dat je zo'n dijk gaat herstellen, dan moet je ook heel goed opletten dat je zaden en zadenmengsel gebruikt met de soort die ook bij de grondsoort thuis horen. Want anders zijn ze natuurlijk na de eerste, de beste warme periode, zijn ze toch weer dood. Ja. Dus daar moet je heel goed op letten. En, ja, André, jij hebt ook nog een toevoeging. We hebben in het WBI is de wereld van de grasbekledingen platgeslagen tot drie soorten. Namelijk fragmentarisch, open en gesloten. We staan hier nu op 10 meter. En we komen ze eigenlijk alle drie tegen als ik het samenvat. Ja. En hoe gaat het WBI daarmee om? Dat is misschien wel een goede vraag. Ja, nou, dat heb ik in mijn verhaal net verzuimd te vertellen, denk ik. Maar een dijk afkeuren omdat een grasbekleding tijdelijk niet op orde is, dat bestaat eigenlijk niet. Dus wat eigenlijk hier de conclusie is dat de beheerder eigenlijk aan zet is om dit op orde te krijgen. Ik denk niet, ik ga er niet over, maar ik denk niet dat HWP gaat zeggen van nou, we gaan die dijk helemaal versterken omdat de grasmat in 2018 dood gegaan is. Maar dan is het, doe je best om het weer op orde te krijgen. En dat is zo belangrijk. Maar het afkeuren omdat er een kale plek zit ergens, dat is niet aan de orde, denk ik. Maar het is voor de beheerder natuurlijk wel een aandachtspunt dat tijdelijk gewoon de kwaliteit slecht kan zijn. Zeker met dat soort 2018 zomers. Maar dan het rekenen volgens de WBI, dan ga je wel uit van een homogene kwaliteit, toch, van de grasbekleding. Ja. Dus dit soort wisselende grasbekledingen, dus eigenlijk kun je daar heel slecht aan rekenen dan. Ja, nou, de som die ik net heb, ik heb toevallig hier het profiel getrokken. Dit kan, omdat deze dijk hoog genoeg is, is dit ook niet ernstig of zo. Want de kans dat hier water overheen komt is voldoende klein. Maar stel dat hier wel water overheen zou komen, dan zou je kunnen zeggen, nou, dan moet ik het tijdens het stormseizoen moet ik het wel in de gaten houden. Want als het komt, dan moet ik hier een maatregel hebben. Ja, dat weet je dan. En daarna moet je zorgen dat het in de seizoenen daarna op orde wordt gebracht. Klopt exact, André, wat je zegt. Deze binnentenut hier mag een minimaal open grasbekleding hebben. En gelukkig zien we dat op het gros van het binnentenut van deze dijking zien we dat gelukkig ook wel een gesloten project, trajecten. Maar ook fragmentarische plekken, wel nog als erfenis van die twee extreem droge zomers die we hebben gehad. En we hebben daar inderdaad een aandacht voor als we het stormseizoen ingaan. En we houden een aandachtspuntenlijst bij, waarin juist zulke soort plekken in opgenomen zijn. En gekoppeld aan van nou, als er overloop dreigt, moeten we hier op tijd aan de gang om dit wellicht in te pakken. Of hier, en, ja,
Ja, precies. Wat die maatregel dan ook gaat worden. Maar dit hebben we inderdaad goed in en wel goed in beeld. Ja, moet inderdaad voor zorgen. Ja. Nou, dat is wel fijn om te weten. Dan zijn we toch wel enigszins gerustgesteld. Ben ik ook wel heel benieuwd, Cyril, wat we nou op het buitengeluid aan gaan treffen. Want dat is dan waarschijnlijk zeker zo relevant. Misschien is het ook wel goed om dit plaatje even te laten zien. Ik weet niet of de camera dat pikt, want Herbert had het net over de dijken. En dit is in feite de dijk in lengterichting. Er komen twee wielrenners aan, we moeten even opzij. Iets opzij, ja. Yes. Hoi. En alles wat hier groen gekleurd is, is in feite gesloten. En alles wat oranje is, dat is open. En alles wat rood of paars is, dat is fragmentarisch. In ieder geval afgekeurd. Dus op deze manier kun je zo'n hele dijk in beeld brengen. En dan kan de beheerder kan heel snel zien waar zitten de goede stukken en waar zitten de slechte stukken waar we extra aandacht aan moeten besteden. En dan gaan we even steken op de buitenkant. Kijk, eerst visueel en dan als je gewoon overheen kijkt, dan zie je sowieso al van... Die gasmat ziet er gesloten uit. Wat ik zelf hanteer, ook in overleg natuurlijk met het waterschap. Van ja, hoe ga je dat nou beoordelen? Hè? Van, ik heb zelf ook de koppeling van de beoordeling gekoppeld aan het vegetatieonderzoek wat is uitgevoerd. Hè? Het vegetatieonderzoek is uitgevoerd in die donkergroene vakjes. Vervolgens ga je kijken wat daar de kwaliteit van is. Maar dan loop je ook 20 meter die kant op, je steekt over. En 20 meter terug, 20 meter verder. En in feite bestrijk je dan helemaal 40 meter, 40 lengtemeters van de dijk. En dat is pak een beetje 8% van de dijk die je ziet. En dit doe ik gemiddeld om de 500 meter dijklengte. En op die manier bouw je dan zo'n tabel op, waarmee je dus dat overzicht krijgt. En op grond daarvan, van die 40 meter, bepaal je dan waar ga ik een plag steken. Ja, is dat correct? Dan krijg je overzicht. Hè? Als je die 40 meter bekijkt, dan heb je overzicht in ieder geval over dat stuk. Je kijkt natuurlijk ook wel verder. Als je in de verte iets raars ziet, dan ga je natuurlijk daar ook kijken. Maar die 40 meter, die beschouw je dan als representatief. En daar steek je, dat beoordeel je. En als het nodig is, steek je daar een zoden. Ja, juist. En nou heb jij die 40 meter hier bekeken. En dan dacht je, dit is wel een mooie plek om te kijken wat die echt is. En dat is dan nu, denk ik, meer voor het duiden. Ja. Zou je hier, als jouw onderzoek loopt, hier ook een proef nemen? Of weet je eigenlijk visueel al wel voldoende? Meestal niet, maar als stel dat ik twijfel, dan steek ik de schop in de grond. En ik beweeg de schop. En ik weet niet of de microfoon het opneemt, maar het kraakt al. Hè? Dit is al een aanduiding van, hé, die worteling zit waarschijnlijk goed. Dat kun je verder nog laten zien, of laten horen in feite. Dat is wat zwaardere klei hoor, dat is wat zwaardere grondsoort. Dus dat... Kijk, en je hoort ook. En hier moet je ook je best doen om los te steken door de grote hoeveelheid wortels in de grond. Hè? Kijk, dan heb je een mooie zoden. Dan kan je mee doen wat je wil. Ja. Krijg je niet kapot. Die blijft prachtig aan elkaar zitten. Dan leg je nog de schop neer. Ja, kijk, als je hem openbreekt. Ja, ik krijg hem eigenlijk nauwelijks open. Zo sterk is die. En dan krijg je dit beeld. En als je dit hebt, dan kun je ophouden. Want dan is het goed. Is het prima. Ja. En bij mij in de tabel krijgt hij dan ook een beetje van prima. Als ik dat geluid hoor, daarmee geef je dus nog een extra kwalificatie aan die zoden. Van deze is prima. En Herbert, deze zie jij graag waarschijnlijk. Hier word ik wel blij van, ja. En gelukkig hebben we dit op het buitenteluut. En wat Cyril straks ook schetste, qua hoogte is hier geen probleem. Dus overloop zal hier niet gauw voorkomen. Dus natuurlijk is een binnenteluut is dat een aandachtspunt. Maar het buitenteluut, dat dit minimaal gesloten is en blijft. En dat is natuurlijk van ons voor het grootste belang. En ik ben ook blij om te zien dat inderdaad zo is. Ondanks dat ik ook hier een hele gele mat heb gezien voorgaande jaren. Ja. Ja. Maar Cyril, als we verder bekijken, dat is dan niet zozeer het spoor sterkte, maar hij lijkt mij wel enigszins monotoon wat hier staat. Ja, hij is soortenarm. Dus als je naar de typologie kijkt van de VTV 2006, dan zit hij in een type H1, dat wil dus zeggen een soortenarm hooiland. Ik denk hier een soort of 10, 12, misschien 14. Een aantal kruiden, maar niet veel.
Het is misschien wel goed om te weten. Ik heb overal in het land heb ik proefvakken liggen van 5x5. En mijn meest soortrijk proefvak is 65 soorten. Dus 20 soorten gras en 45 soorten kruiden. Dus dat is eigenlijk mijn positieve referentie aan de bovenkant. En een negatieve referentie is in feite een zwaar bemest overbegaasde weiland. En dan heb je 4 of 5 soorten. Hmm. En daartussenin zit je continu met je soortenrijkdom op dijken. Ja. En dat is meer het onderwerp waarschijnlijk van volgende workshop. Ja, ja. Hè? Dus inderdaad, als de mensen hierin in geïnteresseerd zijn, ja. 17 juni, dat is met name het onderwerp waar we dan over gaan praten. Ja. Deze plag weer terug. Ja, hier kun je nog wel iets aan zien. Hè? Je ziet, als je goed kijkt, zie je dat er wat mos in zit. Hm. En ik kijk natuurlijk op heel veel dijken rond. En hier valt het mos mee. Hè? Hier is gewoon dominantie van gras. Maar ik ken ook dijken, met name dus steilere dijken met een noordhelling. En die begraasd worden met schapen. Sommige dijken bestaan van 95% uit mos. En dan wordt het al twijfelachtig, hè? Als je daar een zoden gaat steken. Soms is die nog enigszins doorworteld met rood zwenggras, maar soms zit er eigenlijk niks door. En dan trek je ook zo'n zoden helemaal uit elkaar. Dus als je als de groene waas heeft, dan moet je er toch even naartoe lopen. Want voor hetzelfde geld is die groene waas alleen een moslaag. En die biedt natuurlijk ook geen stevigheid. Dus als daar water tegenaan staat, kun je natuurlijk ook een schade verwachten. Dus eigenlijk zeg je, als je veel van dat mos tegenkomt, ja, dan twijfel je, dan neem je een plag. Ja, ja, ja. Oké, okay, deze weer mooi terug. Ja, en dat mos kan je natuurlijk proberen te voorkomen door iets hoger te gaan maaien. Want dat is ook telkens de vraag, ja, we hebben mos, hoe komen we van mos af? En dus is uitgebreid geëxperimenteerd met bekalking en dergelijke. Maar het blijkt gewoon, als je die maaimachine wat hoger afstelt, hè, die maait dus niet zowat op de hoogte van het mos, maar je laat gewoon wat meer van de planten, van de gras en de kruiden over. Dat het mos het ook veel moeilijker heeft. Dus dat die grasmaat beter intact blijft. Oké. Okay. En is het dan nog leuk om even aan de andere kant van die afrit te kijken, Herbert? Want jij schetste net het verschil in beheer aan die kant. Kun jij dat nog kort toelichten terwijl we daar naartoe lopen? Ja, je kunt dit eigenlijk een beetje beschouwen als een goed voorbeeld van een dijkvak. Die dus na de droge zomer van 2018, waar onderhoudsmaatregelen, herstelmaatregelen opgezet zijn. Hè? Pas even op voor de fietsen. Ja, kom maar hoor. Goed, ik ga verder met mijn verhaal. Ja, inderdaad. Dit vak waar we nu naartoe lopen. Daar hebben we in het najaar van 2018 dus mijn herstelmaatregelen opgezet. Dat is doorgezaaid, het is goed bemest. Het jaar erop is het weer goed bemest. Ook om die grasmat weer een flinke boost te geven, dat hij weer kan herstellen. Dat is hier wel gebeurd, dat aan deze oprit. En op dat vak waar we net waren, waar we net die fragmentarische open stukken hadden, daar is dat niet gedaan. Dus je ziet er heel goed, nu even gewoon eigenlijk een proeflocatie min of meer van wat zijn de verschillen. Ja. En gelukkig kan dat relatief veilig, omdat dit dijkje hoog genoeg is. Ja, helder. Oké, okay, en Cyril, nou had jij hier al van tevoren even gekeken? Ja, ik heb van tevoren gekeken. Je ziet hier ook wat open plekken, maar dat is ook voor een deel ontstaan doordat dat er gesleept is. Hè? Als je een molshoop uit elkaar trekt, dan ligt er tijdelijk wat meer grond en dan lijkt het ook wat opener. Maar in het algemeen ziet het eruit zoals hier voor mij. Ja, ik wil best een zoden steken, maar eigenlijk als bijna de garantie dat die stevig genoeg is. Sowieso in de hoogste categorie valt gesloten. Nou, dan gaan we eens kijken of dat ook uit gaat komen, die voorspelling. Ook weer, kijk, dat geluid, hè, wat je hoort. Daar ligt die. Kijk, dat is ook weer gewoon een goed stevige zoden. Nog een keer de uiterste, de ultieme test. Kijk eens wat een wortels. Zo. Ja, hè? Toch een ja, ander verhaal. En er valt ook weer een verhaal bij te vertellen. Hè? Want aan de overkant en buiten de talud was vrij zware klei. Mm-hmm. Dit is wat meer zandig materiaal. En het is gewoon bekend dat planten, als ze wat schraler staan, op een wat meer zandige grond staan, dat ze uitgebreidere wortelstelsels maken om natuurlijk bij voeding en water te kunnen komen. Ja. En dat hebben we ook geconstateerd op de Vechtdijk, hè, waar we ook uitgebreid wortels hebben gestoken bij het onderzoek van afgelopen winter. En er kwamen echt heel veel wortels voor, tot nou, dieper dan 40 centimeter onder maaiveld. Tussen 40 en 60 centimeter kwamen er wortels tegen. Maar die moeten wel, die planten, om bij het vocht en bij de voeding te kunnen komen. Maar daar ontleen je dan dus ook wel een hoop sterkte aan, in zo'n geval. Ja, precies. Toch? Ja, ja. Oké. Okay.
Want die wortels die hebben, ja, die werken met enzymen en met allerlei micro-organismen. En die vormen eigenlijk ook een soort complex met de bodem. Hè? Waardoor je dus ook daardoor extra stevigheid krijgt. Ja. Oké, helder. Deze klassificeren we inderdaad gesloten. Deze is gesloten. Deze is visueel gesloten. En deze is ook qua worteldichtheid ook goed. Nou, gefeliciteerd Herbert. Dan heeft het inderdaad toch wel effect gehad. Hè? Dat verschil wat je dan daar ziet en hier. Het feit dat je met beheermaatregelen toch wel een deel van, nou ja, wat André aangeeft, het verbeteren van een mat, dat je dat voor elkaar kan krijgen. Ja, dat is zeker waar. En hier, is het, hier heeft het goed uitgepakt. Maar die periodieke beoordelingen van Cyril, plus onze jaarlijkse maatregelen na droge periodes en onze eigen monitoring daarvan, laat ook zien dat op bepaalde plekken de maatregelen nog onvoldoende zijn geweest. Op plekken waarvan ik had gedacht, nou daar zal het in ieder geval wel goed zijn, blijkt soms een wat lagere score dan we hadden gehoopt. Dus voor ons wel de zaak om na te denken, van, hebben we onze herstelmaatregelen op een goede manier daarin gezet? Ja, ja, zo blijf je toch continu bezig om het goed te krijgen. Ja. Het leven van een beheerder. En hebben we zo een beetje een plaatje hoe plagsteken eraan toe gaat? Ik denk het wel. Net onderweg zag ik nog een grote pol fluitenkruid. Ik wil daar ook nog even naartoe lopen en daar ook nog even een verhaal over vertellen. Dat kan nog net in de tijd. Dat denk ik ook. We moeten toch weer even weer terug naar daar. En redelijk veel paardenbloemen wat mij opvalt hier, Cyril. Is dat iets wat je veel tegenkomt in die open stukken? Of kom je het sowieso wel tegen? Ja, paardenbloem is natuurlijk ook een pioniersoort. Hè? Die maakt ook gebruik van open plekken. Mm-hmm. Maar dat zie je trouwens tegenwoordig op heel veel plekken. Met name ook in wegbermen, maar ook steeds meer op dijken. Die koolzaad, raapzaad, die overal echt de kop opsteekt. Ja. En dan denk je, ja, dat is een bloeiende plant en dat is goed voor de insecten. En op zich is dat ook zo. Het is ook een goede insectensoort. Alleen hij gaat domineren. En probeer maar eens, als je een keer een koolzaad- of raapzaadveld hebt, knip je de stengels af op maaiveldniveau, dan heb je bijna kale grond. Mm-hmm. En dat zijn natuurlijk heel, qua erosie hele gevoelige plekken die je moet voorkomen. Dus af en toe een plantje koolzaad, raapzaad, geen enkel probleem. Maar zo gauw een plant gaat domineren, dan kan dat tot schade leiden. En daarom... Kijk, we hebben wel meteen een hommel in de buurt, dat is wel positief. En datzelfde verhaal gaat in feite op voor fluitenkruid. Hè? We staan daar bij drie of vier grote pollen fluitenkruid. En zolang het pollen blijven die omringd zijn door gras, is er niks aan de hand. Maar je hebt ook situaties, en dat kwam met name vroeger veel voor toen de dijken geklepeld werden. Hè? Had je hele witte teluts in het voorjaar en het heette ook Hollands kans. En dat waren dan de bloeiwijzen van het fluitenkruid. Maar daar geldt hetzelfde voor. Dan sta je in zo'n vegetatie, die is vaak 70, 80, misschien nog 90 centimeter hoog. En dan knip je die stengels af op maaiveldniveau en dan sta je op hele rulle open grond. En je kan je dus voorstellen... Laat maar eens zien wat hieronder zit. Dit is een andere situatie, want je ziet dat deze pol fluitkruid, die is omringd door gras. Okay. Als daar geen gras zou staan, het waren alleen maar grote pollen met fluitkruid, dan krijg je die kwetsbare situatie. Ja. Dus zoals het nou staat, is het prima. Okay. Ik kan hier een zode steken, maar ik denk niet dat dat enig probleem oplevert. Vanwege het feit dat je toch die wortels van die fluitenkruid en het gras, die groeien door elkaar heen. En die vormen natuurlijk samen een hele goede, een soort fundering van de toplaag. Dus dan moet je alleen voorkomen dat het één gaat overheersen. Ja. Oké, helder. Wil je hem nog steken of zeg je omwille van de tijd? Hoe zitten we in de tijd? Nou, we hebben nog 4 minuten. Dan gaan we steken. Het zou kunnen. Ik moet zeggen, ik ben ook wel nieuwsgierig hoor, hoe deze nu gaat. Of we die gaan horen. Maar je moet er gewoon dicht bij, Peter. Kijk, je ziet dan meteen dat fluitkruid penwortels heeft. Hè? Niet alleen penwortels, ook aan de bovenkant heeft hij ook wat vervaste wortels. Maar merendeel gaat de diepte in. Ja, dat is op zich, daar vallen wel stukken af, hè. Dus is toch, En de feiten dat die begroeiing onder dat fluitenkruid niet optimaal is, dat komt natuurlijk omdat die bladeren heel veel licht wegvangen. Hè. Dus als je een heel dicht bladerdek hebt, dan kan er heel weinig onder groeien.
En dan hou je dus toch dat er zwakke plekken ontstaan onder het grote rozet. Mm. Ja. En dat zie je in feite hier ook gebeuren. Hè? Je breekt het toch gewoon stukken af. Ja, en als je hem openmaakt, ja, dan is dit wel goed. Alleen, dit is nu kwetsbaar. Ja, hier kun je ook zien dat die penwortels zijn afgesneden. Maar al met al zeg je, hij valt niet tegen. Hij valt niet tegen, maar hij valt mij ook niet heel erg mee, moet ik zeggen. Omdat er toch aan de randen, toch stukken afvallen. Ja. Werk aan de winkel, Herbert, hoor ik. Ja. Hij mag open zijn, hè, toch? Hij mag open zijn. Ja, als we allemaal voorkomen dus dat we geen grote haarden van fluitkruid krijgen. Dan gaat, dat is eigenlijk de boodschap. Ja. Ja. Ja, wat wij grootschalige proeven nog wel zien bij paardenbloemen, maar ook bij dit soort planten, is dat je een paar golven eroverheen en dan begint het uit te prepareren. Hè. Dus rondom zo'n plant staat een kaal plekje. Maar je ziet wel dat de wortels van het gras dan daar de boel aan de zijkant overnemen. Mm-hmm. En dat leidt eigenlijk zelden tot katastrofaal falen, zeg maar. Hè. Net zoals een molgaatje, een klein plekje, maar als er gewoon een vlieg eroverheen gebeurt niet zoveel. Net als die penworteltjes, dat zie je op zo'n teluut ook gewoon gebeuren. Overal van die kale plekjes rondom zo'n penwortel. Maar dat is eigenlijk geen probleem. Het is net wat Cyril zegt, denk ik, je moet niet een heel veld hebben. Hè. Dan gaat het mis. Dan gaat het mis. Ja. Nou, dan tot zover de bijdrage hier vanaf de dijk. Dan gaan wij nu weer terug naar binnen. En dan hebben jullie waarschijnlijk even tijd om wat filmpjes nog te kijken. Of even een kop koffie te halen. Of even een sanitaire stop. Zien we jullie zo meteen weer binnen in het kunstgemaal. We staan hier aan de Waaldijk. In een teluut wat de noordzijde is. En wat behoorlijk vermorst is. We zullen hier eens even een plag aan steken om te kijken hoe de kwaliteit van de zoden uiteindelijk is. En we zullen zo even de detailopname laten zien. Ja, kom, even dichtbij. Zoals je ziet staat er behoorlijk veel mos in. Nou, we zijn benieuwd hoe dat deze zoden uiteindelijk is. De vochtigheidsgraad en dergelijke is natuurlijk precies goed om te steken. Dat is wel de eerste voorwaarde. En uiteindelijk de eerste vraag is of dat we een plag kunnen steken. Nou, we kunnen een plag steken. Dat komt er keurig uit, zoals je ziet. En hier hebben we de onderkant. Er zitten overal wel wortels tussen. Hier in het gat zitten ook wel wortels. Zoals je kunt zien, ik zie zelfs een papieren lopen. Kruipen. De plag moet 7 à 8 centimeter dik zijn. Dus zo maken we hem nu. En het eerste is een plag, nou die kunnen we steken. Ziet er goed uit, hier de onderkant. De worteling goed. Nou, zoals je ziet, behoorlijk veel mos, hè? Het aandeel percentage in deze grasmat. We gaan nu kijken hoeveel kracht we nodig hebben om deze plag op elkaar te trekken. Nou, dat is best wel veel. Ik denk, ik hoop dat jullie het kunnen horen, maar... Nou, je ziet het, hè? Ontzettend mooi doorwoven zoden. Er was heel veel mos aanwezig. Dus we dachten eerst van, joh, komt dat goed met die kraskwaliteit? Maar inmiddels dan kunnen we toch constateren, na het steken van een aantal plaggen, dat dit het de hele tijd terugkomt. En dat er toch veel meer sterkte in deze zoden zit. Dan dat je zo in eerste instantie zou denken. En we stoppen hem een netje dicht. Hallo, ik ben Rachel Rutte van Waterschap Limburg. We staan hier aan de waterkering in Buggenum. En ik heb zojuist een visuele inspectie gedaan. En ik wil even kijken als deze grasmat gesloten is, zoals ik het visueel beoordeel. Maar we gaan nu ook de proef op de som nemen. Werken. Hij voelt stevig, dus dat zegt al genoeg. Nou, de boven nog even insteken. Kijk, hij komt al een beetje los. Maar een beetje met beleid doen.
hier te vinden. Kijk. Nou, je ziet dat de doorworteling nou, zeker 20 centimeter is. Loopt goed door. Het is een stevige kleimassa. Je ziet hier de wortels. En als je hier zo kijkt, dan zie je ook wortels nog goed leven in de grond. Dus ik denk dat mijn oordeel wel klopt dat die gesloten is. Je kan hier heel mooi zien in die laag een goede doorworteling. Nou Rachel, dan trek hem maar eens uit elkaar zou ik zeggen. Ik ga mijn best doen. Kijk maar eens of je hem door kunt breken. Ik moet inderdaad goed mijn best doen. Kijk, daar komt hij. Je hoort het ook. Dat hij goed doorworteld is en hij is heel stevig. We gaan hem nu wel terugzetten. Dat hij weer door kan groeien. Maar de visuele beoordeling hangt samen met de grastoets die we juist hebben uitgevoerd. En hij is gesloten, naar mijn oordeel. We gaan hier kijken naar de restkwaliteit. We hebben een zoden met heel veel mos erin. We zullen even kijken hoe de kwaliteit hiervan is. Dit zijn de noordeluts aan de waalzijde. En eigenlijk hebben we hier behoorlijk veel last van mos. En dat is niet alleen dit gedeelte, dat is eigenlijk de hele noordkant van de Waaldijk. Nou. Het eerste kunnen we plak steken nou. Ja, we kunnen plak steken, hij blijft intact. Plak denk ik 7, 8 centimeter. Nou, kijk, dat gaat hier wel lukken zo'n beetje. En wat zien we? Ja, toch wel een behoorlijke wortels, hoewel hij doet me... Dit is de zoden aan de waterkant. En je ziet het, ik kan prima die plak steken, ondanks dat het allemaal mos is. Valt me toch een beetje tegen hoeveel wortels er zitten, maar goed, aan de andere kant, als je zo doet, moet je even kijken wat een wortels het toch nog heeft. Gaan we nu even kijken of die makkelijk scheurt. En ik hoop dat jullie het kunnen horen, maar dit geeft vrij veel kracht. En dan zie je, dat kan ik niet op elkaar, ja, hoe een totaal vermorste zoden toch nog heel veel weerstand heeft. En dat je uiteindelijk toch niet bang bent voor de sterkte hier zo. Ja, lukt met de zon. Zo. Hij al gestopt of even doen? En dat waren de filmpjes. De heren zijn nu nog even onderweg vanaf de dijk. Nog 2 minuutjes en dan verwacht ik ze terug.
Nou, daar zijn we weer. We zijn vanwege het geluid, omdat dat een stuk beter was als binnen, begrepen we net, zijn we gewoon lekker buiten blijven staan. Het is hier mooi weer op de IJsseldijk, dus wat ons betreft helemaal prima. En jullie hebben best wel een aantal vragen op de chat gezet. Dus ik ga maar beginnen met eentje die is blijven hangen uit het eerste deel van André. Dus dan kijk ik André aan. André, kun je iets vertellen over hoe je de UC bepaalt? Want dat was een onderdeel in jouw presentatie. Ja, ja. UC, dat is de kritische stroom of kritische frontsnelheid. En die gebruiken we voor de oploopzone en bij golfoverslag. En die hebben we eigenlijk bepaald op basis van grootschalige proeven. Dus we hebben golfoplooproeven en golfoverslagproeven gedaan inmiddels op een, ja, op een talutje of 30, 35, 40. En daar hebben we een proevenverzameling van gemaakt. En dat leidt uiteindelijk tot een UC. Dus we hebben een gemiddelde en een standaardafwijking. En voor de buitentalut gebruiken we daar dan alweer een rekenwaarde van. En dat is in ons geval een 5% ondergrenswaarde. Nou, ik hoop dat dat antwoord duidelijk genoeg was. Ik begrijp eruit dat je voor de binnenzode op de binnenkant, dat je daar geen UC voor hebt, dat het een buitenkant verhaal is? De UC is voor, zowel voor de buitenkant in de oploopzone, dus waar je een stroming hebt, niet waar je klap hebt, maar je stroming hebt. En dus de buitenkant oploopzone en zo aan de binnenkant en de kruin aan de binnenkant. Dus daar hebben we UC's voor. Ja. En van allemaal heb je dus in feite empirisch bepaald een aantal grootheden. Empirisch, ja. Oké, okay, mooi. Dan heb ik er denk ik eentje voor Cyril. Oscar die vraagt, hoe snel herstelt een grasmat nadat je al die gaatjes hebt gemaakt? Nou hebben wij natuurlijk inderdaad best wel even een paar plaggen gestoken op een paar vierkante meter. Hoe snel groeit dat weer aan elkaar? Het hangt een klein beetje van de samenstelling af. Hè. Als jij gewoon een goede, goed gesloten grasmat hebt die goed doorworteld is, dan zal dat heel snel weer aan elkaar groeien. Maar we hebben net ook plekken gezien die heel, ja, waar eigenlijk nauwelijks iets groeit. En ja, dat zijn plekken, ja, die behoeven gewoon extra aandacht. En die moeten misschien zelfs nog een keer doorgezaaid worden om die weer goed te krijgen. Maar wat we wel proberen is na het steken van die zoden, om die zoden op dezelfde manier terug te leggen. En je trapt hem een paar keer aan en ik maak ook vaak ook een foto na afloop, hè, dus van tevoren. Tijdens het steken, dat hij rechtop ligt, dat hij op de kop ligt. En als ik hem teruggelegd heb. En vaak zie je dan nauwelijks nog dat er een zoden gestoken is. En ik denk dat dat vrij snel aanslaat. Ja, ja, dat is het mooie dan toch van wortels. Hè? Dat zo gauw dat weer genoeg water en licht krijgt, dan gaat het weer aan de gang. Dan groeit het inderdaad wel vrij snel vast. En hoe zou je een slechte zoden kunnen verbeteren? Dat is wel een vraag die, ik snap dat die gesteld wordt. Daar ging natuurlijk een deel van het voorbeeld over en wat Herbert toelichtte. Die twee verschillende stukken. Durven we daar iets van te zeggen of zullen we die vooral bewaren voor de workshop op de 17e juni? Ja, je kan er natuurlijk altijd iets over zeggen. Als je een zode hebt die bijvoorbeeld heel soortenarm is en je wil naar een soortenrijkere vegetatie toe, dan is het een kwestie van beheer. Maar als je een zode hebt die gewoon kwaliteit slecht is, hè, dus dat er bijvoorbeeld nauwelijks nog gras groeit, ja, dan zul je toch andere maatregelen moeten treffen, bijvoorbeeld het doorzaaien. En in sommige gevallen moet je misschien zelfs een toplaag verbeteren. En vervangen misschien. En als de toplaag gewoon blijkt dat die door jarenlang te intensief beheerd, dat die te schraal is geworden, moet je misschien iets van een startbemesting toepassen. Dus het hangt gewoon heel sterk af van de situatie. En de situatie kun je het beste eigenlijk inschatten als een mat niet goed gaat door het nemen van een wortelmonster. En dan meet je dus de granulaire samenstelling, dus het lutumgehalte, het kleigehalte, maar je meet ook meteen de voedingsstoffen. Toestand. En als die verkeerd is, kun je die gewoon aanpassen. Ja, dat is op zich wel een klinkt heel mooi. Aan de andere kant, je neemt een monster, startbemesting. Het is wel een heel divers scala wat je toe kan passen. Hè? Het is niet één ding op het juiste moment. Dus wellicht is dat dan toch iets waar we volgende keer ook nog wat meer op terug kunnen komen. Herbert heeft natuurlijk ook al toegelicht wat ze hier gedaan hebben. Cyril, had jij dat ook aangedragen, dat dit een beheermaatregel was? Of komt dat uit de koker van de beheerders? Nou, ik neem altijd de vrijheid om ook, als ik situaties zie, om die in te schatten. En meestal schrijf ik er ook gewoon een advies om. Dat is ook een beetje de vraag van de waterschappen. Die vragen ook aan mij van, kun je de kwaliteit vaststellen? Zowel qua vegetatiesamenstelling als qua kwaliteit van de zoden. En als ik dan constateer dat het één van twee niet klopt, dan geef ik er adviezen voor. Ja. En dan heb ik hier nog een hele leuke vraag. Ik ben heel benieuwd naar de verschillende antwoorden. De vraag wordt namelijk door Rien gesteld. Wat is de keus? Erosiebestendige grasmat of erosiebestendige klei?
En ik wil hem jullie eigenlijk allemaal even voorleggen. Waar zouden jullie als eerste voor gaan? Voor die graszoden om de sterkte aan te ontlenen? Of juist de klei? Wat heeft de voorkeur? En ik denk dat het een combinatie gaat worden, maar ik ben heel benieuwd naar de antwoorden. Herbert? Als eerste denk ik bij buitentaluut aan een erosiebestendige klei. Ja. Ja, en ik kijk er als bioloog kijk er iets anders tegenaan. Hè? Want ik wil natuurlijk ook dat de dijken waterveilig zijn. Maar als het aan mij ligt, zouden ze ook een stukje biodiverser kunnen. En ja, als je gewoon naar de literatuur kijkt en je kijkt gewoon goed om je heen. En dan zie je dus dat hele soortenrijke dijkvegetatie. Dus heel veel soorten grassen, heel veel soorten kruiden. Dat die ook, omdat ze ook een verschillend wortelstelsel hebben. Dat die eigenlijk een optimale kwaliteit bieden van de stevigheid van de toplaag van een dijk. Dus ik denk, ja, en als je wat zwaardere grondsoort toepast, hè, zoals de meeste binnenteluuts, daar blijft in het algemeen de soortenrijkdom laag en dus ook de biodiversiteit laag. Dus als je naar een wat lichtere grondsoort toe gaat, krijg je andere plantensoorten, andere grassoorten, andere kruiden, betere wortelstelsels en in mijn ogen minimaal een even grote sterkte. Ja, en houden we hierbij dan ook rekening met extreem droge zomers? Waarbij we bijvoorbeeld toch wel sprake van een bepaalde uitdunning van soorten. En dan, dat is wel het punt waar ik wel eens over twijfel. Ik volg jouw verhaal en ik onderschrijf dat ook. En biodiversiteit is ook een van de punten die wij als waterschap ook hoog in het vaandel hebben staan. Als er dan zo'n extreem droge zomer overheen komt en de helft van mijn grasmat valt uit, dan wil ik wel kunnen vertrouwen op die klei die eronder zit. Dus het antwoord blijft toch altijd wel een combinatie van die twee dingen. Ja, dan vul ik daar inderdaad wel op aan, dat hoe meer soorten je hebt, hoe groter de kans is dat er ook een aantal wel van overleven bij die extremiteiten. Dus dat zou een overweging kunnen zijn, wat je Cyril hoort zeggen. Het bepaalt dus heel erg vanuit welk standpunt je deze vraag bekijkt. Als laatste wil ik hem inderdaad toch nog eventjes ook aan André horen. Ja, ik ben het met Herbert eens. Uit buitentaluut. Nou ja, ik kijk dan ook bij de belasting. Hè? Dus als je een buitentaluut hebt en je hebt daar gras, dan betekent dat de golfhoogte relatief beperkt is. In het algemeen heb je dan, als je een metertje klei hebt of zo, ik noem even wat, maar kan je rekenen, maar dan heb je ook genoeg. En die heb je altijd. En gras, ja, dan moet je er vanaf. En ja, hier zie je een trap. En daar zie je iets, en daar zie je iets. En overgangen. En die klei, die heb je gewoon. Dus een buitentaluut zou ook de voorkeur geven eigenlijk aan de klei. Aan de binnenkant is de reststerkte van wat daar gebeurt, als daar iemand kuil in zit, dan gaat het steeds sneller. Mm-hmm. Dus daar ben ik minder gecharmeerd van reststerkte. Mag ik daar nog een opmerking over maken? Je zou voor het buitenteluut natuurlijk ook kunnen kiezen voor een wat zwaardere kleinlaag en dan een toplaag van 30, 40 centimeter die geschikt is voor juist soortrijke, bloemrijke vegetaties. Waar eigenlijk alle burgers in Nederland en het waterschap ook naar op zoek zijn. En dan heb je dus toch die zekerheid van de kleinlaag die onder de toplaag ligt. Mm-hmm. Maar je hebt daarnaast heb je daarbovenop een mooie biodiverse dijk met alle planten en alle beestjes die erbij horen. Nou, jullie horen het al, hè, wat één zo'n vraag op kan roepen. Ik denk dat dit ook meteen wel de kern van de discussie raakt. Voor welk belang redeneer je en hoe mix je die belangen, hoe weeg je die belangen? Dat is denk ik wel een steeds belangrijker onderdeel aan het worden. Ik heb een vraag van Bernadette. Hoe groot mag een zwakke plek zijn? Die ga ik eerst denk ik maar eens aan André stellen. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb een hele slimme collega, Bernadette. Formeel antwoord, die mag niet zodanig groot zijn dat hij de waterveiligheid, dat je door de norm heen zakt, zeg maar. Hè? Dus dat is een beetje een limiet. Ik kan er iets meer over zeggen dat we in grasbekledingen, als je kleine dingetjes hebt, 15 centimeter zeggen wij wel eens, dat doet niet zoveel. Dat is niet een significant gevaar. Als het groter wordt, ja, dan gaat het invloed krijgen en dan zou je er eigenlijk rekening mee moeten houden. En hoe groot het dan precies is, dat is dan weer afhankelijk van wat je allemaal hebt. Aan dijk, aan klei en aan reststerkte. Ja. Verder niet een heel nauwkeurig antwoord op te geven. Ja. En dan stel ik hem eigenlijk ook gewoon aan Cyril. Want jij ligt al een tipje van de sluier op, denk ik, toen we het over dat fluitenkruid hadden. En koolzaad heb je ook genoemd als soort. Een slechte plek, hoe kijk jij er tegenaan? Hoe groot mag die zijn? En waardoor wordt die bepaald, is dan misschien wel mede bepalend daarin? Ja, in het verleden hebben we gekeken naar schapenpaden bijvoorbeeld. Hè? En daar komt eigenlijk een beetje uit van als een schapenpad breder is dan 30 centimeter. Dan heb je in het midden van het schapenpad, daar gaat de worteling ontbreken. Heb je in feite, want je hebt natuurlijk vanaf de zijkant van het schapenpad heb je natuurlijk wortels die het schapenpad binnendringen. Maar als die breedte groter wordt dan 30 centimeter, dan is het midden van het pad niet meer doorworteld.
En in feite zou je dat ook kunnen doortrekken naar open plekken toe. Hè? Als je een open plek hebt, ja, met een diameter 30 tot 40 centimeter, dan wordt het al, dan heb je in het midden al plekken die niet meer doorworteld zijn. Maar goed, of dat daar grootschalige schade door ontstaat, ja, dat moet uit de grootschalige proeven van Infram en van Deltares komen. Ja. Dat weet ik niet. Nee. En het lichtpunt van wat voor soort bepaalt die slechte plek, dat duikt natuurlijk ook wel heel erg, soorten zijn soms heel erg invasief. Ja. Dan wordt een plek heel snel groter. Nou, dan val je al heel snel onder wat André zegt, die 15 centimeter, daar kom je dan al niet meer op uit. Dus ik denk dat dat ook wel heel bepalend is voor wat bepaalt hoe groot mag hij zijn. Hè? Ja, klopt. Okay. Helder. Herbert, heb jij daar ook een idee over vanuit beheer? Hoe groot mag een slechte plek zijn? Waar kijken jullie zelf naar? Qua kale plekken misschien of onkruidplekken? Ja, vanuit onze dijkinspecteurs, die dus onze oren en ogen in het veld zijn, die inspecteren de dijk conform de digigids. En die hanteren de uitgangspunten die daarin staan. En koppelen dat naar ons terug. En we als dijkbeheerder bepalen dan ook het waterveiligheidsrisico. Wat kan hier gebeuren? Dat betekent dat wij richting onze unit onderhoud vragen om bepaalde kale plekjes te herstellen door daar graszaad overheen te zaaien. Maar als je zoals hier zo ziet, een taluut, een binnentaluut, wat toch wel voor een heel stuk wel fragmentarisch is. Ja, daar zijn daar zijn maatregelen gewoon nodig. En daar krijgen we vanuit Cyril een advies op. En daar gaan we dan mee aan de slag. En die maatregelen leiden natuurlijk niet direct tot resultaat. Hè? Daarmee gaat er nog wel met zo'n slechte matte winter in. Dus zo'n terrein waar we dus net stonden, komt altijd op een aandachtspuntenlijst te staan. Op het moment dat wij ons waterveiligheidsbeeld in het najaar gaan vaststellen. Van welke situaties, welke locaties hebben we in ons areaal waar we mogelijk aandacht aan moeten gaan schenken. En bij welke waterstand is dat dan? Om daar passende maatregelen op te zetten. Ja. Ja, en zo blijven we in controle. Ja. Oké, mooi. Dat dan over kale plekken, slechte plekken. Ik kan me ook voorstellen dat je daar afgeleid een vraag uit krijgt. Ik ga hem aan André voorleggen. Kan een dijk goed scoren? Kan die door de WBI voldoende scoren op het moment dat je helemaal geen grasbekleding hebt op een kleilaag, een kleibekleding? Ja, zeker. Dat kan heel goed. Kijk, het gaat uiteindelijk om de overstromingskans. En je kan makkelijk een dijk, of nou makkelijk, maar je kan best een dijk aanleggen die daar aan voldoet zonder dat daar een grasgebied aan te pas komt. En dat hoeft niet eens helemaal in de asfalt gepakt te worden, maar de kruin kan je gewoon verhogen. Tot een niveau waarbij de kans dat er iets overheen gaat zo klein wordt, dat je aan de binnenkant eigenlijk niks meer nodig hebt. En ik denk dat er ook best dijken zijn in Nederland, en deze lijkt erop, waar dat het geval is. Ja. Aan de buitenkant, in het rivierengebied, de golven zijn niet heel erg hoog. En dan is de veiligheid ook door klei te waarborgen. En ik ga niet over ecologische waarden en zo, ik heb puur over de veiligheid gezegd. Dan zou je aan de kleilaag ook genoeg kunnen hebben. En dan is de begroeiing is voor de natuurwaarde en voor de mooi. Maar dan hoeft het niet voor de veiligheid. Dat is heel belangrijk. Nou, dat geeft dus eigenlijk wel perspectieven, mannen. Als ik dat zo hoor, daar hadden we het natuurlijk daarnet op die vorige plek ook over. Ja, hier hadden we een open zode voldoende. Er zouden dus ook situaties kunnen zijn waar een dijk eigenlijk voldoende hoog is en waar je dan dus voor andere belangen, namelijk bijvoorbeeld biodiversiteit, een bekleding kan hebben. Ik heb nog één vraag, wederom van Bernadette ga ik erbij zeggen. Die is voor André. Wat is de reststerkte bij een slechte plag, bij gras op zand? Kun je daar al iets van zeggen? Want die proeven zijn nog in volle gang, geloof ik. Hè? Ik kan er twee dingen van zeggen. We hebben bij golfoverslagproeven, dus de kruin aan de binnenkant, hebben we aan de binnenkant een paar gaatjes gemaakt. Maar er waren geen hele grote gaten. Dat waren gaten van, naar inzicht van de beheerder. Ik heb zelf konijnen, die maken wat grotere gaten, maar een konijn maakt een gat van 7,5 centimeter. Dus daar hebben we een paar van gemaakt. En een vos, een gat van 15 centimeter. Daar hebben we ook een paar van gemaakt. Op 1,5 meter diepte de dijk in. Toen hebben we het gras, of daarvoor eigenlijk, het helemaal kort gemaaid. Echt zo kort als we konden. Ja, dus af en toe zag je grond. En daar hebben we toen een overslagproef op gedaan. En dat vond ik heel erg meevallen. Hij ging wel kapot op het konijnengat. Maar hij ging kapot op omstandigheden die daar eigenlijk niet voor kunnen komen. Dus als hij er eenmaal gaat, dan ging het wel heel snel. Dus als je eenmaal door die toplaag heen bent, dan is de reststerkte van zo'n zanddijk is heel gering. Dan kan je misschien in een kwartier, een half uur, ga je naar een bres.
Nou, de buitenkant hebben we daar geen proef in gedaan. We zagen wel dat het proces heel erg snel ging. Maar daar heb je wel wat formules van uit duinerosie en afslagformules. En daar zie je eigenlijk tot in een storm zo'n zanddijk. Als je golfjes hebt van 30, 40 centimeter. En je hebt ruts 1 op 5 zoals het wegdek zijn. Dan ben je nog niet door je dijk heen. Maar dan heb je wel een groot gat. Ja, je hebt heel veel vlees. Hè? Je hebt misschien wel 20 meter zand wat opgegeten moet worden. Voordat je werkelijk een bres hebt. Maar waar je dan naar staat te kijken in werkelijkheid, dat is wel ernstig. Hè? Maar de reststerkte is niet nul. Dat is even de samenvatting. Ja. Oké. Helder, denk ik. Volgens mij waren dat wel grotendeels de vragen die er binnengekomen zijn. Ik kijk heel even naar de regie. Ja, dat waren de vragen. Nou, misschien dan nog één gewoon van mijzelf. Want we hebben nu het gras op zand als voorbeeld. Hè, waar best wel recente kennis ontwikkeld wordt. We weten, polders to seas is natuurlijk iets waar allerlei dingen uitgeprobeerd worden. André, daar ben jij deels ook bij betrokken. Het sterke Waddenzeedijken verhaal, neem ik aan. Zijn er al aspecten uit die proeven waar we in het BOI misschien iets van terug gaan zien? Zoals verteld, gras op zand hebben we goede hoop dat daar inderdaad een aparte categorie komt. Die ook in het BOI wordt opgenomen. Dus daar kunnen we dan mee aan de slag. Binnen het project gaat het sowieso wel gebruikt worden. En polder to seas ben ik eigenlijk niet bij betrokken. Ik heb een naamgenoot, André Koelewijn, die is er wel bij betrokken. Ik weet niet hoe dat verder loopt. En voor de rest kijken we wel naar soortrijke vegetaties. Mede vanwege de zorg die toch bij diverse waterschappers is. Van ja, zo'n 2018, hoe bijzonder blijft dat? Hè? We hebben nu gezegd, het is een uitzondering. Maar goed, hoe erg blijft het een uitzondering? Of gaan we dat in de toekomst meer krijgen? Moeten we daar toch niet iets mee gaan doen? Maar in 2023 gaan we daar nog niet concreet, denk ik, wat van terugzien. Nee. Dan misschien daarop aansluitend toch nog inderdaad wel even van jou horen. Want je hebt heel kort een tipje hè, aan het einde van je presentatie toegelicht of opgelicht van dat BOI. Wanneer gaat een beheerder daar echt serieus iets van merken? Ja, dat vind ik lastig. Maar ik ga daar niet echt over, Peter. Dus vandaar de alle voorbehouden die ik heb gemaakt. Nou, weet je hoe het werkt? Gras op zand even als voorbeeld, want daar ben ik dan de projectleider voor vanuit de aannemerscombinatie. Dus de waterschap Drents over Delsa geeft ons die opdracht. En daar hebben we gewoon een contact gelegd met mensen die er wel over gaan. En dat zijn mensen van WVL. Hè, dus dat is de dossierhouder voor het Vos. En daar heb je gewoon overleg mee. Dit zijn we aan het doen, dit komt er ongeveer uit. En dit is de kwaliteitscontrole die daarop plaatsvindt. En dat gaan wij aanleveren. En als dat allemaal de kwaliteitscontrole in orde is bevonden en het is voldoende pan klaar aangeleverd, dan kan BOI zeggen, dan implementeren wij dat, oftewel dan nemen wij dat op in onze documentatie. Laat ik hem dan anders vragen. Verwacht jij een hele andere manier van kwaliteit bepalen ten opzichte van de BBI in het BOI? Nee, hè? Nee. Oké, dus in feite, als de regels niet al te veel aangepast gaan worden, dan blijven wij dit soort proeven als dat we vandaag hebben gezien. Ja. Dat blijft de basis voor vervolgens de rekensessies vanuit de veiligheidsbeoordeling. Ja, de rekensessies gaat nog wel, hoop ik tenminste, en dat is ook wel voornemens, gaan nog wel ook gebeuren. Dus dat gaat een stuk nauwkeuriger beter worden. Maar dat zit meer onder de motor. Nou, met dat vooruitzicht van André sluiten wij denk ik dan hier op de dijk voor nu af, als er geen prangende vragen meer zijn. Jullie hebben iets gehoord over hoe volgens het WBI inderdaad de sterkte van een grasbekleding moet worden bepaald. Wat het BOI misschien daar dan aan kleine wijzigingetjes aan zou kunnen gaan geven. Je hebt gezien op de dijk, deze mooie IJsseldijk van Herbert, hoe de plaggen steken daar eigenlijk eruit kwamen. De verschillen die we daar ook op toch hele korte afstand hebben kunnen zien. Gelukkig een aantal collega's die de pauzeruimtes opgevuld hebben met kleine filmpjes van hun dijken. Zodat wij, ik zal niet zeggen op ons gemakje, maar toch in ieder geval hebben kunnen verplaatsen van buiten naar binnen. Eigenlijk van binnen naar buiten en lekker buiten gebleven. Op 17 juni inderdaad de vervolgworkshop over vegetatie, biodiversiteit en hopelijk iets met droogteresistentie. In september denken we dat we dan iets kunnen laten zien over hoe grasmatten zich gedragen onder extreme droogte. Het herstel van die grasmatten na die droogte. Maar daarvoor moeten we uiteraard een droogteperiode krijgen. En als dat dus niet gebeurt, dan gaat dat veel meer over sterkte.
Rest mij nog om de techniek hier op de locatie heel erg te bedanken. Waterprof bij deze. STOA uiteraard voor het organiseren. En deze collega's hier op de dijk voor hun enthousiaste inbreng. En uiteraard al de kijkers voordat jullie er waren. Dat jullie actief meegedaan hebben met het chatten. En nogmaals kleine excuses voor het geluid. Maar hopelijk is de boodschap toch grotendeels overgekomen. Wij gaan proberen deze film in ieder geval vast te leggen. En die wordt dus ontsloten op STOA. En net zoals de vragen op de antwoorden proberen we daar zoveel mogelijk in op te nemen. Dus als jullie nog vragen hebben naar aanleiding van deze workshop, probeer die nog in de chat te zetten voor nu. En anders misschien naar stoa@stoa.nl. Dan kijken we of we daar nog inderdaad een antwoord op kunnen geven. Zijn we ruim binnen de tijd volgens mij wel klaar. En aansluitend, volgens mij 3:30, 4:00. Webinars, in ieder geval vanuit het BOI een vervolg en de POV Beken en Rivieren. Bedankt voor de komst. Tot ziens. En jullie ook bedankt voor jullie komst. Ja.